De selectie, wie is er beschikbaar? Zijn er jongens geblesseerd? Of, Het is hetzelfde als de voorbije week. Dus, Kian Vazen en Lucas Tassin die zijn nog steeds niet ter beschikking. En ook Karel Boris is nog niet speelgerechtigd. De papieren zijn er nog niet in orde. Hoe gaat het met Vazen? Goed. Ja. Zijn revalidatie verloopt eigenlijk prima. Het is nu alleen een zaak om niet te gaan overdrijven en die belasting juist te managen. Want er is heel veel enthousiasme om er terug in te vliegen, maar we moeten nog een klein beetje voorzichtig zijn. Is er nog iets voor de reguliere competitie? Of, Ja, dat hoop ik wel. Ja. De match tegen Standaard. In het verleden was hij een topper. Nu is dat eigenlijk een zespuntenmatch in de strijd tegen de degradatie. Verandert dat iets aan de insteek, aan de beleving naar die wedstrijd toe? Ook naar het geloof om te kunnen winnen tegen Standaard? Nee, wij weten absoluut dat Standaard dat blijft in België een topclub. Die heeft het misschien de voorbije jaren wat moeilijker gehad. Maar het blijft een zeer grote club met een enorme traditie. Ook de spelers die daar zitten, die staan volgens mij onder hun waarde gerangschikt. Dus op dat vlak is het besef dat dit een stevige tegenstander is, dat is er zeker. Langs de andere kant, is de stand ook wat de stand is. En beseffen wij dat dit gewoon een hele belangrijke wedstrijd is. Om ons uiteindelijk doel te bereiken. Want als je de twee keren naast elkaar legt, Westerlo en Standaard, schat je dan Standaard nog altijd veel hoger in dan Westerlo? Ik denk dat wij ook een goede ploeg hebben. Maar ik denk dat Standaard gewoon meer ervaring heeft, denk ik. Ik denk dat wij een oudere ploeg hebben dan ons. En ik denk dat er daar voor de rest weinig vergelijking is. Wij doen het met onze middelen, Standaard doet het met hun middelen. En ik denk dat wij vooral naar onszelf moeten kijken en proberen opnieuw 100% te zijn. Want dat is het bij iedere wedstrijd. Dus je moet 100% zijn om dit soort wedstrijden te kunnen winnen. En dat zal tegen Standaard niet anders zijn. Het wordt een beetje een clash tussen twee stijlen. Jullie zijn de ploeg waar de wedstrijden, die wedstrijden worden het meest gescoord. Bij Standaard wordt het minste gescoord. Er is veel spektakel tegenover weinig spektakel. Gaat dat ook een clash op het veld opleveren? Ja, dat gaan we zien. Het is vooral zaak om punten te nemen. Ik denk dat we niet zozeer de clash van veel golen tegen weinig. Maar het klopt wel dat wij een bepaalde voetbalstijl willen hanteren, waarin dat we geloven dat aanvallen de beste verdediging is. En dus gaan wij proberen ons eigen spel te spelen, onze eigen principes door te voeren en hopen op die manier om hier een overwinning thuis te houden. Wordt het dan nog gevaarlijker om een tegengoal te krijgen? Ja, ik denk dat wij absoluut niet mogen naïef zijn. Maar dat zijn we ook niet geweest in Union. In Union hebben we ook hoge druk gezet. En op bepaalde momenten moet je aanvoelen wanneer je meer in blok moet staan. Wanneer je misschien iets meer medium moet staan. Maar we moeten ook heel stevig zijn als we laag op het veld staan. Want dat zal ook gebeuren tegen Standaard. Zoals ik al zei, het is een team die die vorige week gewonnen heeft. Je voelt dat het vertrouwen daar ook groter begint te worden. En als je ze laat voetballen, dan hebben ze heel veel kwaliteit. Er zit heel veel kwaliteit in die groep. Maar ze maken een moeilijk seizoen door. Maar ik vind wel, als je hun wedstrijd tegen Leuven ziet, dat hun voetbal ook gewoon beter en beter wordt. Maar het zal aan ons zijn om hen het gevoel te geven van dat het hier een moeilijke avond wordt. Wat er deze week dan misschien wel laat moet zijn, die foutjes op Union. Eigenlijk zo de eerste, de gelijkmaker geïncasseerd tegen Leuven, ook zo'n doelpunt geïncasseerd tegen Cercle. Elke week is er wel een individuele fout die tot een tegendoelpunt leidt. Ja, dat is zo. We hoeven dat niet weg te steken, want we spreken daar ook over binnen de groep. Dat zijn bepaalde fouten die
die dan misschien met net iets meer ervaring toch wel kunt oplossen. Dus we komen dat net iets te vaak tegen de voorbije weken. Als coach zie je dat aan beide kanten. Enerzijds worden we bij weinig of geen tegendoelpunten echt uit elkaar gespeeld als blok. Of staan we niet goed, of is de organisatie niet goed. Dan is dat wel goed. Dat je merkt dat die jongens het plan op een hele goede manier gaan uitvoeren. Maar als je punten wil nemen op dit niveau, dan kan je geen cadeaus weggeven. En dat hebben we misschien net iets te veel gedaan. Dus daar moeten we slimmer in worden, moeten we volwassener in worden. En dan hopen we om tegen Standaard alvast een stap in te zetten. Jullie spelen op vrijdag, opener van de speeldag. Maakt dat ook een verschil qua druk? Dat de jongens in aanloop naar de wedstrijd niet al met andere wedstrijden bezig zijn? Van, oh, kijken naar de tegenstander. Mm. Je zegt zelf wel altijd, ja, we kijken naar de tegenstander, maar onrechtstreeks ga je dat altijd, als speler altijd wel een beetje doen. Ja, alhoewel dat ik echt wel het gevoel heb dat wij gefocust zijn op onszelf. Ik zeg niet dat zij daar niet naartoe kijken, hè, want dat zou ook wel net iets te naïef zijn om dat te denken. Maar ik denk niet dat het onze wedstrijd anders zal beïnvloeden. We zijn echt bezig met onszelf. We hebben een goed punt genomen tegen Union. Maar het besef is daar ook gewoon dat je in deze competitie, als je gewoon naar de stand kijkt, dat met een punt dat je ook niet veel oplevert. Het was gewoon naar het mentale dat het zeer belangrijk was om te reageren na Leuven. Dus op dat vlak zijn we heel veel bezig met onszelf en met onze eigen prestaties. Tot voor kort zat Karel Hoefkens nog bij Standaard. Je kent hem heel goed, een goede vriend van jou. Heb je hem gecontacteerd om wat tips te krijgen naar aanloop van deze match? Nee, om twee redenen. We hebben uiteraard nog contact, maar heel regelmatig zelfs. Maar ik heb die niet gecontacteerd om extra informatie, om twee redenen. Dat is eerst en vooral omdat we Standaard wel goed kennen, uiteraard. We hebben ook met Club Brugge tegengespeeld, dus we hebben die ploeg ook toen al heel goed geanalyseerd. En twee, het is gewoon een andere coach, een andere stijl, een andere manier van spelen. Dus je moet je vooral focussen op wat die van Leko doet. En dus naar individueel kennen we wel hun kwaliteiten. En naar ploeg moet je gewoon de wedstrijden van meneer Leko gaan analyseren. En dan heeft het weinig zin om daar informatie aan Karel te vragen. Een vraagje over Saïd Manesh. Hij lijkt zich snel geïntegreerd te hebben in de groep op het veld. Ben je tevreden over wat hij heeft laten zien? Ja, ik denk dat die jongen inderdaad heel snel open stond naar zowel ploeggenoten, maar ook naar hetgeen wat wij vragen van hem. We zijn er ook heel intensief mee bezig om veel beelden te bekijken, veel mee te spreken, zodanig dat het heel duidelijk is wat er van hem verwacht wordt. Er zijn absoluut dingen die nog beter moeten. Hij is ook nog aan het werken om zijn beste fysieke niveau te gaan halen, want het was toch lang geleden dat hij aan een wedstrijd gestart is of toch heel lang gespeeld heeft. Dat is de voorbije maanden niet zo vaak gebeurd. Dat is altijd het moeilijke van zo'n wintertransfer. Maar dan ben ik zeer blij dat zo'n jongen zich snel integreert. En dan kan het absoluut een extra waarde of een extra wapen in deze ploeg worden. Maar dat is altijd afwachten. En op dat vlak ben ik dus tot nu toe heel tevreden van hem. Maar het is wel het type dat je erbij wilt in de winter. Iemand met een actie, iemand die wat snelheid kan brengen vanaf die flank. Ja, kijk, ik wil met deze ploeg voetballen. Ik wil met deze ploeg dominant voetballen, maar je hebt mensen nodig die, ook als je wat lager staat, want dat is ook de realiteit, dat je in bepaalde fases soms wat lager staat, dat je ruimtes kan gaan aanvallen, dat je snelheid hebt. En ook hoger op het veld, iemand die een actie heeft. Dus op dat vlak was ik heel blij dat hij erbij gekomen is. Want hij heeft dat zowel tegen Leuven als op Union al een paar keer gedaan. Ja, inderdaad. Dus je ziet... Je ziet absoluut flitsen van zijn kwaliteit, maar het is zaak nu om fysiek op en top te worden, om de bepaalde tactische zaken nog scherper te gaan neerzetten.
En dan, ja, dan hoop ik of verwacht ik dat dat alleen maar in stijgende lijn zal gaan. Maar ik ben heel blij dat hij op zo'n korte periode toch al een flitsing laten zien heeft van zijn kwaliteit. Want fysiek, Versata heeft inderdaad niet veel gespeeld het voorbije seizoen. Ja, dat moeten we gewoon goed managen. Dat is ook afhankelijk van de wedstrijd. Hè. Als je in een transitiewedstrijd zit, dan, ja goed, dan zal dat misschien net iets minder lang zijn dat die meegaat. Als je dominant kan zijn, is dat dan weer anders. Dus het hangt allemaal een beetje van de wedstrijd af. Maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk positief verrast ben. Want ik had het voor het seizoen, als je ziet... voor het seizoen, ik bedoel, vooraleer dat hij kwam. Als je ziet hoeveel dat hij gespeeld had... Ja, had ik niet verwacht dat hij dit al zo snel ging kunnen. Dus ben eigenlijk op dat vlak wel positief dat hij heel snel zijn beste fysieke niveau zal hebben. Nog een laatste vraagje over iemand anders, over Chatley. Die lijkt terug verlost van zijn kwaaltjes. Goede invalbeurt op Union. Een beetje zoals hij tegen Eupen ook heeft gespeeld. Iemand die voor rust zorgt, ook ja, de medelijnen zelf uitzet. Terug. Ja. Ja, nee... ik vind dat ik sowieso heb ik al heel veel respect voor wat hij doet voor deze groep. Want het is een zeer belangrijke schakel in deze kleedkamer. En dan moet je weten dat hij in de winterstop een aantal problemen heeft gehad. Waardoor dat hij die winterstage niet volledig heeft kunnen meemaken. En dan vindt hij de mentaliteit en de spirit en dagelijks met een lach om terug naar zijn beste niveau te werken. En dat is tot nu toe met een aantal invalbeurten geweest. We hebben ook met een aantal oefenwedstrijden laten spelen, zodat je merkt dat hij ja, fysiek gezien terug naar zijn allerbeste niveau aan het groeien is. En dat is niet zo evident om die mentaliteit opnieuw op te brengen. En ja, chapeau is een belangrijke schakel. Heeft veel invloed in die kleedkamer. En hij ondersteunt in zijn rol momenteel, ondersteunt hij die jongens 300%. Want het is mentaal is het voor hem ook wel een moeilijke periode geweest. Dit jaar heeft hij, denk ik, 700 minuten gespeeld. Voor iemand met zijn carrière is dat, denk ik, heel moeilijk. Ja, dat is zo. Maar ook met hem heb ik heel veel gesproken. En ik merkte in ieder gesprek de enorme motivatie om het... om terug naar zijn beste niveau te groeien. En tijdens die stage heeft hij inderdaad een moeilijk moment gehad, omdat hij toch wat kwaaltjes had en hij twijfelde toch wel wat. Maar na één dag is die jongen zodanig professioneel en zodanig ingesteld dat hij teruggezegd heeft van kijk, ik wil terugwerken naar mijn beste niveau, zoals dat hij ook voor de winterstop was. Want hij was voor mij heel goed bezig. En dus ja, heeft hem dat opnieuw enkele weken gekost. Maar nu is Nasser eigenlijk volledig terug. Dat is voldoende, bedankt. Dank u wel.